Hi Simmers, welkom bij een nieuwe aflevering van The Sims 2 Let's Play. En voordat ik ga beginnen met deze aflevering, even een kleine mededeling. Want ik woon sinds kort in de buurt van een dubbele bouwplaats. Schuin tegenover mij gaan ze een heel nieuw appartementencomplex bouwen met supermarkt. Dus daar kan je misschien wat van horen op de achtergrond. Maar dat niet alleen, mijn appartementsgebouw wordt ook opgeknapt. Dus sinds vandaag staat mijn appartementsgebouw in de stijgers. En het kan dus wel zijn dat je misschien iets op de achtergrond hoort. Het is nu rustig. Maar ja, ze waren een half uurtje geleden nog met van alles bezig en lawaai en zo. Dus het zou best kunnen dat je in de komende paar weken dus op de achtergrond allerlei geluiden hoort. Ik zal nog wel een paar keer wat andere video's vertellen. Want niet iedereen kijkt natuurlijk de Sims 2 Let's Play. Maar dan weten jullie dat alvast. Maar laten we maar beginnen met deze aflevering. Ze is nog steeds lekker aan het lezen in haar boek waar we haar de vorige keer hebben achtergelaten. En het lijkt me dus nu leuk. Oh. Hoi Rosa, zijn we nog vrienden? Ja, dit krijg je dus, hè, bij de Sims 2. Oh, en ze voelt dat ze klaar is om met vuur om te gaan. We hebben een doel gehaald. Want dat is mooi. Oh, ik zie dat ik één dingetje vergeten ben. Ik moet namelijk die schaduw weghalen. Kijken. Zo. Kijk, nou is die schaduw, dat zwarte vlak om haar heen weg. Maar dat is dus een dingetje met de Sims 2. Je hebt dus twee balkjes. En de bovenste is zeg maar de dagelijkse balk. En de onderste is op lange termijn. Maar als die dagelijkse balk lager is dan op die lange termijn, dan gaat die op de lange termijn op een gegeven moment ook zakken. Want even kijken hoor. Een blonde man, hij heeft er wat van gezegd. Nou, hij zit nog op 54. Ik weet niet wat je zeurt. En hij zit op 51. Maar ja, bij hem snap ik het wel. Want zijn dagelijkse balk is lager dan die van het lange termijn. Dus die gaat op een gegeven moment ook weer naar beneden zakken. Maar we hebben geen tijd voor jullie nu. We gaan namelijk onze verloofde uitnodigen. Even kijken. Bellen. Sim. Ik moet altijd even denken. Weer met de Sims 2 speel. Even kijken. Waar staat hij daar? Jack Bellen. En we gaan hem natuurlijk uitnodigen. Zou leuk zijn als hij komt. We kunnen in de tussentijd wel even in dat tijdschrift lezen. En hij komt er zo aan. Hij heeft het altijd naar zijn zin. Oh! We gaan niet in het tijdschrift lezen. Kijk dit dan. We hebben gewoon een boeket van hem gekregen. Lieve Rosa, ik kan alleen maar denken om met jou. Hè, ik kan alleen aan bloemen denken om jou mee te vergelijken. Vergeet me niet, je rode roos, ik ga voor jou bezwijken. Wat cute. Nee, we gaan niet naar bed. Je krijgt visite. Kijk, daar is die al. Maar ik wil deze even een mooi plekje geven. Past het nog ergens? We zetten hem wel. Nee, dat kan niet. Hier in de keuken. In het hoekje. Kan vast geen kwaad. Oké. Nou, Jack komt eraan. Jack begroeten. En dan wordt het ook wel tijd om binnenkort een beetje te gaan kijken naar wat groter huis. Dat is een hele bijzondere manier om je pasverloofde te begroeten. Oké, nou gaan we beginnen met het experiment natuurlijk. Want wij hebben hier een liefdesdrankje in onze inventaris zitten. En die gaan we op het aanrecht zetten. Nee, we gaan niet naar bed. Zo dramatisch laag is het nou ook weer niet. Geen beschikbare acties, waarom niet? Hoe werkt dat dan? Moet ik het aan hem geven of zo? Onder een wolkendek knuffelen. Vragen. Oh, wat is dit lastig. Voorstel. Waarom kunnen we het niet gebruiken? Geen beschikbare actie. Als we hem nou weer eens terugstoppen. Klik hier of druk op.
L of I of 1 om het voorwerp in de inventaris van je sim te plaatsen. Kijk hoor, een eeuwenoude formule uit een tijd die niemand zich meer kan herinneren. Die zelfs de meest afstotelijke sim een ongekend aura van aantrekkingskracht geeft. Dit potente brouwsel bevat krachtige ingrediënten zoals bijenpollen, oestersap en lama-extract. Omgeroerd met een vioolsnaar en vervolgens gerijpt in uitgeschropte ananassapvaten. Zuiverheid gegarandeerd door de Internationale Vereniging van Koppelende Zigeunerinnen. Waarschuwing bevat instabiele componenten. Hoe? Ik weet niet hoe dit werkt. Moet ik op haar klikken dan? Zij heeft hem natuurlijk nu in haar inventaris. Oh kijk, liefdesdrankje drinken. Daar. Ik heb het gevonden. En nee, we gaan niet naar bed. Misschien met Jack. Oké. Okay. Zie je er met die kont bewegen? Oh. Ze loopt op bloemetjes en ze heeft allemaal hartjes om zich heen. Oké. Okay. Nee, we gaan niet naar bed. Verdorie. Zoenen. Romantisch. Die mag uit. Oh, het heeft gewerkt. Er zijn nu 3 bliksemschichtjes. Ze hebben nu een krachtige chemie. Wat goed. Oeh. Flirten. Pillen knijpen. Zoenen, romantisch. Voorstel blijven slapen, tuurlijk. Nu mis ik wel een beetje die gemoedstoestanden die je bij de Sims 4 hebt. Dat je kan lezen wat voor invloed het op die sim heeft. Nou, heeft ze ook nog eens honger. Ho. Wat gaat hij doen? Oh, we krijgen een rugmassage van hem. Ik vind het wel gek uitzien dat er allemaal bloemetjes om haar heen verschijnen. Even kijken hoor. Wat kunnen we nog meer doen? Vragen. Wat wil je? Trouwen met Rosa, wat schattig! Ja, dat gaan we natuurlijk binnenkort wel doen, hè? Ik weet alleen nog niet of ik het gewoon, zeg maar, zo even snel zo hier wil laten trouwen. Of dat ik echt een bruiloftsfeest wil geven. Daar moet ik nog even over nadenken. Ze kent wel wat mensen, maar zij kent voornamelijk alleen mannen. Ja, hier is dan wel een vrouw, maar dat is een lage relatie. Deze is wel hoog, dus ze kan in ieder geval wel wat een vriendin uitnodigen. Ja, de meeste mensen die ze kent zijn toch mannen waarmee we gingen uittesten wat voor chemie met die mannen had. Dus dat is ook een beetje gek om hun dan uit te nodigen op een bruiloft. Even kijken, misschien moet dat hier... Nee. Hoe kunnen we... Oh ja, doen. Want ze wil trouwen. Ze wil ook... Oh, ze wilde ook een eeuwige beste vriend zijn. En ze wil wel een huwelijksfeest, ja. Willen jullie dat ook? Of zeggen jullie, nee, trouw maar gewoon zo. Want dan kunnen we daar natuurlijk naar kijken in een volgende aflevering. Zoenen, aflepperen. ja. Je zou toch wel... Oh ja, of zo moeten kunnen doen... Er zijn te veel. Ik ben blij dat ze het in The Sims 4 toch wel verdeeld hebben met vriendelijk en romantisch en grappig. En dit is toch wel lastig om allemaal te vinden hoor. Wat gaat hij nu doen? Gaat hij weer televisie kijken? Nee hoor, er wordt weer geld gejat. Oh.
Ze hadden een neusbotsing. En ze zijn nu 100. Allebei de balkjes zijn vol in de 100. Maar ik snap nog steeds niet waar ik dan de Oya kan vinden. En wat wil je? Energie is laag. Ja, ik probeer Oya te vinden. Dan kan je daarna gewoon lekker blijven slapen. Het wordt gelukkig ook wel donker. Het is nu 7:30. Dus dan gaan we nog een beetje redelijke tijd naar bed. Maar ja, ik kan het hier gewoon echt niet vinden. Gebaren. Maar zij heeft ook geen verlangen om voor Oya te gaan. Ik heb het idee dat ik alles al aangeklikt heb om het te checken. En ja, als ik nu naar het bed ga. Oh, wacht, zo ging het. Ik weet het alweer. Ik weet het alweer. Oh. Zij moet eerst in het bed ontspannen. Dat is ook zo'n gedoe. Want tegen de tijd dat Jack dan boven is, dan wil zij nog wel eens uit, wil andere Sim nog wel eens uit bed stappen om dan alsnog te gaan slapen. Maar ik weet het alweer. Eerst moet zij gaan ontspannen. Wat ook heel gek is. Dan moet je dus in bed gaan liggen zo. Kussentje omhoog. En dan lekker zo in bed gaan liggen. En dan, dan moeten we dan hem roepen. Jack vragen om mee te doen. Zo ging het. Nou, dan moeten we wachten tot de Jack boven is. Die neemt lekker de tijd. Oké, okay, daar komt hij al aan. Volgens mij heeft hij de tv aan laten staan. Of niet? Nee, die heeft hij dit keer wel uitgezet. Of nee, ik hoorde al wat. Staat alsnog aan. Nou, ze blijft tot nu toe nog braaf liggen, dus dat is fijn. Kijk, nu is Jack erbij. En dan nu kan je dus, ja, romantisch in bed allerlei dingen doen. Dat is ook alweer wel een beetje omslachtig, dat je dus eerst in bed moet gaan liggen. En dan kan je zoenen. Dat vind ik wel weer fijn, dat je meer opties hebt als je met een sim, als je twee sims in een bed hebt. Ja, en dan is het gewoon tijd voor de allereerste keer. Oh ja, ze zijn nog niet getrouwd. Maar dat gaan we dus binnenkort doen. En dan moeten jullie maar zeggen of je... Oh ja, ik vergeet het ook in die filmpjes. Hoi! Blubbop gaat zelfs door het plafond heen. Dit vond ik altijd zo geweldig, hè? In de Sims 2, al die filmpjes. Maar nou hebben ze het eerste Oya gehad. En dit is toch ook schattig. Alleen zijn haar ogen niet helemaal dicht. Wat wel... Oh, kijk. Het is zaterdag. Ik dacht ze moet morgen naar de werk. Maar het is zaterdag. Dus dat is mooi. Want dan kunnen we morgen nog iets leuks gaan doen. Maar ik denk dat we voornamelijk moeten werken aan haar behoeftes. Want haar energie, ja, daar zijn ze dus nu mee bezig. Lekker omhoog. Maar honger is al aardig laag. We moeten ook voor haar blazen en haar hygiëne zorgen. En dan vraag ik me af dat tegen de tijd... Oh kijk, hij gaat al weg. Gaat hij echt weg of gaat hij gewoon wat doen? Nee, hij gaat weg. Nou, tot zover blijven slapen. We hadden het wel gevraagd of hij wilde blijven slapen. Dus ik weet niet of hij toen ja heeft gezegd of zo. Daar heb ik eigenlijk niet op gelet. Nou voelt het een beetje als een one night stand of zo. Van nou, ik heb mijn pleziertje gehad. En als Roos in slaap gevallen is, dan peer ik hem.
Ik moet zeggen, dat past ook wel een beetje bij Jack. Want ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren van de vorige aflevering. Maar toen ze verloofde, toen kwam er bij haar een ring boven haar hoofd met een blauwe gloed eromheen. Maar bij Jack kwam er dus een rode gloed eromheen. En ik moet nog steeds opzoeken wat dat dus betekent. Maar ja, volgens mij is hij dus niet al te blij met de verloving. Al heeft hij wel de wens om te gaan trouwen. Dus dat is dan wel een beetje dat je denkt, je wil. Oh, hij is er nog steeds wat goed. Wat heeft hij dan gedaan? Ik dacht dat hij weg was. Oké. Nou, prima. Nou, als ze wakker is, dan mag ze even dit doen. Oh, ze wordt al wakker. Ja, de energiebak is vol. Zie je het al voor je dat je om 2:30 je bed uitkomt om je ochtendritueel te beginnen? Dat is echt niks voor mij, hè. Nou, ze moet ook wat eten. Oh, we kunnen ook een plateau opdienen. Oh, dat is kaas en chips. Het is voor feestjes en zo. Maar we kunnen ook een ontbijt opdienen. Laten we een warm vruchtengebak doen. Ik weet niet wat Jack daarvan vindt. Maar het is toch wel een beetje een feestelijk weekend. Ze zijn verloofd. Ze hebben hun eerste oh ja gehad. Hij is ook meteen soort van blijven slapen, want hij is beneden buiten iets gaan doen. Geen idee wat. En nu zit hij achter de computer. En dan gaat hij ook weer iets anders doen. Wat gaat hij doen? Uit het raam kijken. Ja, dat snap ik wel. Het uitzicht is niet zo mooi. Oh! Loopt er iemand buiten dan? Hij moest aan iemand denken en er kwamen allemaal vlammetjes omheen. Bijzonder, bijzonder. Oh, hij moet ook aan Rosa denken. Ja, hij gaat weer achter de computer. Nou, Rosa gaat beneden koken. En het scheelt nu dat ze geleerd heeft over brandveiligheid. Dus ik hoop dat we met haar, dat de kans dus nu extra klein is dat ze brand gaat krijgen. Al moeten we bij de Sims 2 wel opletten. Want als ik haar nu een andere taak zou geven, dan zou ze dus weglopen van de oven. En in de Sims 4 stopt het proces dan van koken. Maar in de Sims 2 gaat dat gewoon door. Oké, okay, pakt ze er ook een voor zichzelf? Ja, wat goed. Ze zet er ook echt eentje neer voor Jack. Moeten we hem daarvoor roepen? Nee, we kunnen daar niks mee. Hij moet hem echt zelf komen halen. Nee, die zit natuurlijk achter de computer. Oh, kijk, daar komt hij al aan. Ik moet zeggen dat ik in deze aflevering veel positiever over hem ben dan in die vorige. Ik moet zeggen, ja, die ring met die rode gloed, dat maakt me toch nog wel een klein beetje zorgen over hem. Daarover. Maar ja, deze aflevering, hij wil trouwen met Rosa. Hij gaat er s'nachts toch niet vandoor, ook al dacht ik dat eerst wel. En ze zitten nu samen gezellig te ontbijten. Dus ja, toch wel een leuk koppel. Het liefdesdrankje is wel uitgewerkt. Ze heeft geen hartjes meer, geen bloemetjes meer. Zijn ze dan nog steeds chemie 3? Nee, oh, dat is jammer. Ze zijn weer afgezakt naar gemiddelde chemie. Maar we weten dus nu dat een liefdesdrankje kan zorgen voor een krachtige chemie. Maar dat is dus dan tijdelijk. Super charmant, Rosa. Eerst ontbijt samen en dan boer je. Oh. Zij praat over politiek. Ja, we kunnen natuurlijk ook. We hebben natuurlijk allerlei dingetjes wat we kunnen doen. Oh. Voedsel gooien. Oh, haar bord is al leeg. Dat kan niet meer. Oh, ze kan een handkus doen op, terwijl ze zit. Ze kan handen wrijven. Dat is wel handig dat je kan zien dat er zittende interacties zijn. Ja, bij de Sims 4 is het natuurlijk anders. Dan kan je, als je zit, dan kan je zien dat sommige interacties staand zijn door die voetjes die erbij staan. Zijn er nog meer dingen? Nee. Ja, wat wil zij verder nog meer? Ja, ze wil trouwen.
En ze wil nog steeds die eeuwige beste vriend worden. Ik weet niet hoe dat werkt. Geeft het spel dat aan? Je sim wil een eeuwige beste vriend zijn met iemand. Om dit te bereiken moet je eerst beste vrienden zijn met de sim. Als je die relatie lang genoeg in stand houdt, word je misschien een eeuwige beste vriend. Oh, dus we moeten gewoon zorgen dat we altijd beste vrienden blijven. En dan na verloop van tijd wordt het dus een eeuwige beste vriend. Nou, dat komt toch goed. Zit in de meter staat op 100. Breakdansen. Hoeveel porties heb ze, joh? Ze heeft gewoon een nieuwe portie gepakt. Hij zat ook alweer honger. Deze mag wel restjes even wegzetten. Dan blijft het nog goed. Oh, hij is wel supportive. Hij zat wel te kijken van wat ben je aan het doen? Laten we deze zelf even oogsten voordat hij er weer opduikt. We hebben natuurlijk wel. Wat gaat hij doen? Nee, oké, okay, goed zo. We hebben natuurlijk wel geld nodig als we willen gaan verhuizen. Want we hebben zo'n 3599 simoleons. Daar gaat nu bij komen. Hoeveel gaat erbij komen? 40 simoleons is erbij gekomen. Ja, eet die dan ook maar op. Dan zijn we helemaal in het groen. En de nieuwe krant is er. Dat is wel een beetje jammer, want dan deze hebben we niet meer kunnen lezen. En het puzzeltje kunnen doen. Wel leuk dat ze hier nu bij me komt zitten. Oké, nu zit ze. Maar gaat vanzelf met haar kletsen. Even kijken hoor, we kunnen vast nog wel wat dingetjes vragen. Hoeveel geld heb je? Daar ben ik wel benieuwd naar. Hij ziet er natuurlijk goed verzorgd uit. Dus het zou me niks verbazen als hij wat op zijn bankrekening heeft staan. Als je altijd zo in pak rondloopt. En wat zouden we nog meer kunnen vragen? Wat zijn zijn interesses? We gaan lekker buiten. Het is op zich geen verkeerd weer. Nou, het is in ieder geval het groen, dus dat is een goed teken. Krijgen we nou niet te horen hoeveel geld hij heeft? Dat is flauw. Dat vind ik wel flauw. Nou ja, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze aflevering. We hebben niet heel veel spectaculaire dingen gedaan, maar gewoon even wat meer quality time tussen Jack en tussen Rosa. Dat ze elkaar wat beter leren kennen. Nu gaan ze gewoon even gezellig kletsen. En dan wil ik aan jullie vragen om in de reacties achter te laten of ze deze zondag al moeten gaan trouwen. En of ze gewoon even intiem met z'n tweeën gaan trouwen. Oh, wat leuk. Hij heeft allemaal hartjes als hij aan haar denkt en over haar spreekt. Volgens mij gaf hij er vast een complimentje. Maar ja, laat eens weten in de reacties of ze dus vandaag al moeten gaan trouwen. Of het even met z'n tweeën is. Of dat we toch een huwelijksfeestje gaan geven. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat willen jullie graag zien? Dus laat het maar weten in de reacties. En dan komt er misschien volgende week wel al een... Of volgende week? Volgende aflevering wel al een bruiloft. Misschien niet. Dat is aan jullie. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. De 2K is bijna in zicht. En dan zie ik jullie van de week nog met een nieuwe video. Oh, en trouwens, als jij deze video vandaag op 2 oktober bekijkt, er komt vanavond een livestream op het Twitch-kanaal van The Sims. En daar gaan ze iets nieuws laten zien. Dus als je dat wil, als je die livestream wil zien, die is van 8 uur 's avonds tot 8:30. En ik zal de link daarvan in de beschrijving zetten. Dus dan kan je om 8 uur gewoon op die link klikken en dan de livestream bekijken. Ik ga ook kijken, want ik ben echt benieuwd wat voor nieuws ze voor ons in petto hebben. Simgurus zijn in ieder geval enthousiast op Twitter. Dus kijk hè, vanavond. Ik ga ook kijken. En dan ga ik nu afsluiten. Doei!